Hey, welkom bij Investeren Doe ik Zo. Welkom bij een nieuwe aflevering. Het heeft eventjes geduurd. Um, ja, mijn excuses ervoor dat het wat langer heeft geduurd dan normaal. Maar dat komt dus, ja, ik ben best wel druk geweest. Ik kan best wel veel smoesjes verzinnen nu. Maar het komt er eigenlijk op neer dat ik uh, een, week zie een, ja, een week ziek ben geweest. En dat gebeurt mij altijd om de twee, drie maanden. heb ik migraine. En ja, daar kan ik niks aan doen. Uh, daarnaast zijn er ook steeds weer wat dingen voorgevallen. En ik ben thuis een beetje gaan opruimen. En ja, uh, Pasen geweest. En ja, tijdens Pasen. Daar gaan jullie waarschijnlijk verschrikkelijk hard om lachen. Maar toen wou ik een paasei doorbijten. En toen brak gewoon in één keer een stuk van mijn kies af. Dus ik moest ook weer naar de tandarts met spoed. Dus ja, dat was echt gewoon een hele rommelige maand. En ja, er kwam steeds wel iets tussen. Want steeds dacht ik van, nou, morgen ga ik, dan dan even die, uh, ga ik het dan even opnemen. En dan steeds dan gebeurde er wel weer wat tussendoor, waardoor ik in één keer weer weg moest of wat dan ook. Dus uh, ja, dus mijn excuses ervoor dat het iets langer heeft geduurd. Maar ik hoop serieus dat jullie dat mij willen vergeven. Dan gaan wij nu snel van start met de aflevering, want er is heel erg veel gebeurd. Maar eerst een kleine disclaimer: van, investeren brengt risico met zich mee. En houd er rekening mee dat wat ik doe, dat hoef jij niet te doen. En ik laat alleen maar zien wat ik doe. En hou er rekening mee dat als je investeert, dan kan je je inleg verliezen. Nou goed, dit was de disclaimer. Het wordt misschien een klein beetje een rommelige video. Want ja, ik neem deze nu even gewoon heel snel tussendoor op. Want ook vandaag, ik moet straks weer weg. En ja, het is een klein beetje rommelig. Maar ik hoop dat jullie mij dat kunnen vergeven. Uh, er is echt heel veel gebeurd. Echt heel veel wat we echt eventjes door moeten nemen. Um, we gaan gewoon als eerst beginnen met de nieuwe aangeschafte aandeeltjes. Um, die, dat zijn er best wel veel. Die ga ik ook gelijk weer even doornemen met een kleine beetje uitleg van wat ze nou precies doen. Um, ik moet er wel even bij zeggen: er is echt gek veel gebeurd. Echt gek veel. Um, ja, wat ik daarmee bedoel, te zeggen. Ik heb gewoon een nieuw record gezet. Deze eerste kwartaal, dat is gewoon niet normaal. Alles gaat omhoog. Echt alles stijgt. Dus ik heb zoveel rendement gemaakt. Het is echt ongelooflijk. Dat ga ik jullie straks ook allemaal zien. Dat ga ik straks ook met jullie meenemen. Dus daarom is er ook best wel veel veranderd. Ook qua van nieuwe aandeeltjes. Maar goed, als alles omhoog gaat... zijn er ook nog altijd wel wat kantjes. In mijn opzicht, hè, in mijn optiek, in mijn mening... Uh, zijn er altijd wel weer links en rechts wat kansjes te vinden. En ik heb nu eigenlijk besloten, omdat het zo'n maand was, zo'n gekke maand. Ik denk van, ik ga wat meer zekerheid in mijn porto inbouwen. De allereerste aandeel die ik erbij heb gekocht, dat is met name is dat de Mac. Nou, McDonald's, dat kennen we allemaal wel. Hè, waar je lekker je hamburgertjes en je frietjes haalt. Ehm... Um, ja, wat moet ik hiervan zeggen? Ze stonden nu qua koers er best wel gunstig voor. En ik vond het wel een goed moment om hem nu te gaan kopen. En als je ook een beetje het nieuws volgt, ze willen steeds meer vestigingen gaan openen. Dus in mijn optiek, hè, ook al gaat, daalt de koers nu op dit moment even, uh, ze zijn nog steeds wel groeiende. Ja, als ze meer vestigingen gaan openen, gaan ze waarschijnlijk straks ook wat meer verdienen. Dus hè, in mijn optiek. In mijn optiek is dit gewoon een goede toekomstinvestering. Wat ik denk. Hè. Dus neem niet alles aan wat ik zeg. Maar ik denk dat dat zo is. En daarom heb ik hem gekocht. Sony heb ik ook gekocht van de PlayStation. En ja, het is een aandeel. Ja, ik moet heel eerlijk zeggen. Ik ben helemaal gek van gaming. En in mijn optiek, de gaming-industrie, die is groeiende. Als je dan de afgelopen tien jaar kijkt. Is het gewoon een lijn omhoog qua industrie. Dus in de algemeen niet alleen Sony, maar gewoon in de algehele industrie, uh, gaming industrie. Die is nog steeds nog altijd groeiende. En die groeit ook nog steeds wel door. En best wel hard ook. En in mijn optiek zit daar heel erg veel toekomst in. Ik vind het echt een heel leuk aandeel dat ik hem heb gekocht trouwens. Um, deze is geworden. Take-Two. Nou, dat kennen we allemaal wel van GTA 6. Uh, GTA 6 uh, heeft een trailer gelanceerd. En dat is wel heel erg grappig. Want in een aantal afleveringen terug had ik nog gezegd van nou, ik denk ongeveer eind uh, vorig jaar, zeg maar. Toen zei ik dat nog van eind van het jaar denk ik dat die trailer wel uit gaat komen. En het is ook gebeurd. Het is ook gebeurd. Maar dat is niet het moment dat ik dat aandeel dus uh, heb uh, gekocht. Uh, ik zag hem op geen blik een beetje naar beneden gaan. En toen dacht ik van, hmm, nu moet ik mij gewoon kopen. Dus ja, ik heb hem uiteindelijk nu dus gewoon weer toegevoegd aan mijn Porto. Omdat het weer qua prijs best wel gunstig uitzag. En ik heb hier zo verschrikkelijk veel uh, vertrouwen in zelf. Ik denk, ja, ik denk zelf, en dat is een beetje persoonlijk, ik. ik Game eigenlijk al van jongs af aan, en ik volg echt alles over gaming, dus ik, zit, ik weet echt heel erg veel ervan af. Maar als je ook de trailer ziet, hoe die eruit ziet, en ja, dit is gewoon een project van tien, meer dan 10 jaar geweest uh, voor Take two om die game te maken. En dit gaat echt een, ik denk dit dat uh, dit booming gaat worden, want ik heb ook nog de periode meegemaakt van GTA 5. En GTA 5 was helemaal crazy. Er stonden gewoon midden in de nacht, stonden de mensen gewoon wereldwijd bij de, bij de platenwinkel toen nog. Om die game te kopen. En dat was gewoon niet normaal. Er was één gekke hectiek. En ik zelf denk, en daar geloof ik dus in, hè, dat dat waarschijnlijk gaat herhalen. Maar dan wel op mindere vlak in fysiek. Want nu tegenwoordig kan je de games ook digitaal kopen. Dus ik denk dat dat, ja, ik denk persoonlijk dat de uh, records van GTA 5 verbroken gaan worden. Dat is mijn persoonlijke mening en dat is wat ik denk. En dan zijn we nu aangekomen bij het volgende aandeel. En dat is geworden Starbucks. Nou, de kennen we allemaal wel van de koffiezaken. Ze verkopen koffie en uh, snackbroodjes. Vaak te zien bij het station. En uh, ja, in mijn optiek een heel groot merk. Amerika Amerikaans bedrijf. En ja, ik, de koers stond zodanig gunstig dat ik dacht van ja, die ga ik nu ook toevoegen aan mijn porto. En dan hebben we Falais. Uh, dat is een metaalbedrijf en die zitten gevestigd in Brazilië, Zuid-Amerika. En het zijn een van de grootste metaalbedrijven ter wereld. En ook deze koers, die zag er nu gunstig uit, betaal ook nog eens een keer een leuk dividendje. En ik denk zelf persoonlijk dat dit wel ook een leuke investering is... om in ieder geval een stukje van in, uh, in mijn portfolio te hebben. En ik moet heel eerlijk zeggen, ik ben sowieso al een beetje gek van Zuid-Amerikaanse bedrijven. Er zijn best wel veel mensen die dat best wel eng vinden... Maar ik, ik vind dat, uh, ja, ik moet het zeggen, ik zie Zuid-Amerika sneller groeien op dit moment. Een van de snelst groeiende continenten. En dat maakt het wel, uh, zeg maar, interessant. Um, dan hebben we hierna hebben we nog een Braziliaans uh, bedrijf. Die zit er ook gevestigd in Brazilië. En dit is een, uh, Bradesco is een bank. Dus eigenlijk, zoals wat je hier bijvoorbeeld hebt met uh, de Rabobank IG en zo, is dit een bank in Brazilië. En ja, betalen ook een leuk dividendje uit. En de cijfers die zien er gewoon heel erg goed uit. Bestaan ook al heel erg lang. Het is een zeer oud bedrijf. En ja, ik uh, vond dit ook wel op dit moment een leuk aandeel om in bezit te hebben. Um, dan gaan we naar de laatste. En dat is Apple geworden. Apple, nou, dat kennen we allemaal wel van de telefoontjes, iPads en natuurlijk headphones en noem het maar, maar, maar op. Alles wat digitaal is, dat wordt ook wel door hun gemaakt. Um, zeer luxe merk, zeer groot merk. Um, ja, ik vind het gewoon een leuk bedrijf ook om te hebben. En de koers, die zag er nu ook wel heel erg gunstig uit om hem toe te voegen aan de porto. Dan is er nog één aandeel bijgekomen. Uh, die staat hier nu niet uh, klaar. Maar die heb ik bijgekocht. Dus die had ik al in bezit. En dat is Basic Fit. Kunnen we wel even gelijk naar doorschakelen naar de koers. En dan kan je het hier ook zien. Een flinke daling, echt een flinke daling. Uh, basic Fit hebben we al een daling van meer dan 30% naar beneden ge, uh, gepakt. Um, dat is best wel uh, hard. En dat komt omdat ze um, ja, in het eerste kwartaal, dus uh, hè, in het jaarverslag eigenlijk, daar hebben zij eigenlijk gezegd, van, ja, we verwachten dat we minder sportclubs gaan openen. Dus er was gelijk al een beetje een negatief effect bij de mensen. En daardoor gingen mensen hun aandeeltjes verkopen en begon die heel hard te dalen. Ik heb hem uiteindelijk gewoon hier ergens wel gekocht. Ik heb hem gewoon gekocht. Ik heb gewoon bijgekocht, volgens mij ergens op de 19 euro zoiets, ja. Ja, iets meer, zo 19, ja, zo'n 19,90 euro zoiets heb ik volgens mij gekocht. En nu zie je een kleine kanteling. Ik heb zelf wel het gevoel dat dit wel weer goed gaat komen. En ik wacht gewoon uh, lekker op een, uh, ja, misschien een 10 of een 15 procent of zo dat zou wel lekker zijn. Dus ja, ik zelf geloof nog altijd hier wel echt uh, in. Dit is gewoon een beetje, uh, ja, in mijn optiek gewoon een beetje emotie van de mensen. En dan komen we ook direct even bij de vraagstelling van deze week. En dat is van hoe gaat het tot nu toe? En dat is ook gelijk een vraag naar jullie gericht. Wat laat zeker even weten in de reacties van hoe het op dit moment bij jullie gaat. Vind ik zeker leuk gewoon. Te weten en gewoon om een beetje te peilen bij de mensen. Um, bij mij is echt, uh, echt crazy gegaan. Dat ga je nu straks ook in mijn Porto zien. Ik ga hem nu ook gewoon laten zien. Um, Schikt niet, want er zijn best wel veel aandelen die staan nog in de min. Maar dat is gewoon een kwestie van wachten. Wachten en geduld opbrengen uh, in mijn optiek. Maar het is schikbarend hoeveel rendement ik afgelopen kwartaal heb gemaakt. Is ziek. We gaan er nu gelijk naartoe switchen. Um, zo ziet het eruit. Er zijn veel aandelen, zijn, heb ik uh, gewoon van de hand gedaan. Ik heb gewoon mijn rendement gepakt. Zoals uh, Verizon heb ik gewoon mijn rendement gepakt. Kinder Morgan, heb ik mijn rendement gepakt, Volkswagen heb ik mijn rendement gepakt. De Target heb ik rendement gepakt. Heineken heb ik rendement gepakt. Oh, Aolt Unilever, Adria. Uh, Pepsi. Diageo... Hey, Busco, dat is even een goeie. Die gaan we zo even gelijk even meenemen. Uh, ik heb hem met verlies van de hand gedaan. Op 3,50 euro ongeveer, geloof ik. Op 3,50 euro. Op een gegeven moment kwamen er ook allemaal nieuwsberichten naar buiten. Dat het, uh, ja, ze zeiden dat ze dit jaar waarschijnlijk weer winst gingen maken. Tenminste, dat zeiden ze met zekerheid. Van ja, we gaan in 2024. Komt alles weer goed hoor. Komt alles weer goed. Zo zeiden ze dat eigenlijk. En ja, dat blijkt helemaal niet goed te komen. Uh, want nu is dat in Jemen weer, nog steeds met supply chain problemen, hebben ze een nummer op. En ik zie de wereldsituatie niet heel snel veranderen. Heel eerlijk gezegd. En ze hebben afgelopen, ja, afgelopen tijd hebben ze gewoon 100 miljoen euro verloren. Dat is gewoon niet normaal. Allemaal rode vlaggen zie ik. Het is echt, echt heel slecht. En wat ze nu ook hadden gezegd dit eerste kwartaal van wij hebben nu een tweede nieuwe directeur aangenomen en dat ja dat is voor mij ook al direct een hele grote rode vlag. Ik bedoel nu staan er letterlijk twee stuurmannen aan één stuurwiel te draaien aan dat bedrijf. Dus heel eerlijk gezegd mijn vertrouwen is helemaal weg in Ebusco en ik heb gewoon mijn verlies gepakt en ik heb het gewoon verkocht op 3,50 euro. achteraf gezien Perfecte beslissing. Want het is, staat nu zelfs op 2,98 euro. Dus het is uh, ja, nog 20, 30. Ik weet niet zoiets procent weer nog meer naar beneden gaan. Dus ik heb mijn verlies nog een beetje weten te beperken. Dus, uh, maar deze uh, dit bedrijf, hier ga ik ook echt niet meer in. Ik heb mijn lesje wel geleerd. En ja, kijk, dit is ook wel heel goed dat ik dat, dit ook gewoon aan jullie laat zien. Hè? Van dat niet alles goed gaat. Soms gaat er ook gewoon iets fout. En ja, dit is voor mij een leermoment. Wat is het leermoment om nog kritischer te gaan kijken naar kleinere bedrijven? Want ik heb al voordat ik dit bedrijf ging kopen, had ik ook tegen jullie gezegd: van let op, dit is een high-risk aandeel. Echt high-risk. En dit is nu ook gebleken. Dit gaat dus gewoon niet goed. En dit is ook niet goed gegaan. Het is achteraf gezien gewoon een hele slechte investering geweest. En ja, ik heb hem gewoon mijn verlies gepakt. En dan heb ik nog enigszins weten te beperken. Dus ja, ik ben gewoon blij dat ik hem toch maar weg heb gedaan. En dit is, ik neem dit ook gewoon mee als leergeld. Dus dit, heeft me, dit kostte me dus gewoon leergeld. Om er gewoon keihard van te leren. En nu ben ik ook wel blij dat ik ervan geleerd heb. Want ik, ja, als ik ooit nog in een klein bedrijf investeer dan wordt het echt heel kritisch met een vergrootglas wordt erop gekeken. Anders ga ik er gewoon niet in. Dus ik heb mijn lesje wel geleerd. Uh, dit aandeel ga ik ook uit deze lijst halen uh, binnenkort. Eh, want hier, uh, ja, ik, ga, ik stap hier ook überhaupt niet meer terug in. Um, in ieder geval, we hebben nog Puma. Die heb ik nog gewoon. Nike heb ik nog gewoon. Nike heb ik trouwens bijgekocht. Um, heb ik nog steeds vertrouwen in? Alibaba heb ik ook weer gekocht. Ik had hem heel even verkocht. En nu ben ik weer terug ingestapt en daar staat ook mooi plusje. Uh, Nieuwmond uh, Corporation heb ik gewoon weer 5 eurotjes gepakt. Uh, KLM, ja, die was min 18 geloof ik of zo. Maar dat, kijk, dat is weer iets anders hè, voor KLM. Ik bedoel, KLM, dat ziet er ook qua koers niet heel erg lekker uit. En ze hebben best veel schuld en er zit wel wat risico aan. Maar goed, het is wel een heel groot bedrijf, weet je wel. En ik zeg niet dat een groot bedrijf niet kan omvallen. Dat zeg ik zeker niet. Maar ja, ik, ik denk wel dat het wel een keer een, een mooie opleving uh, kan geven. Um, en ja, dit is voor een klein bedrag wat erin zit. Dus ik laat dat gewoon lekker staan. En ja, ik wacht dit gewoon lekker op mijn gemakje af. Ik, uh, ik ben wel, ja, op zich voor de vakanties en zo... Ik ben wel blij dat ik dat in mijn porto heb... Um, we hebben start Oil. Da oh, op die iconen heb ik zoveel. Hè? Gewoon 31 euro eruit geknald. Dus ik heb hem ook volledig verkocht. En ik heb gewoon, dit is gewoon puur het rendement. Hè? Voor het heel kleine beetje wat ik erin had zitten. Gewoon hup 31 euro erbij. Dat is gewoon extra geld. Dan hebben we Barry Gold. Ook weer uh, rendement gepakt. Overal rendement gepakt. BMW. Uh, uh, deze had ik uh, echt laatst aangekocht. En die ging als een knijter gek, ging hij omhoog, 30 euro extra erbij gepakt. Teslaatje verkocht, ook weer 18 euro. Ik denk als je dit allemaal bij elkaar op zou tellen en je zou alles bij elkaar optellen, kom je denk ik op de rond de 300 euro ongeveer uit. Ik heb het niet bij elkaar opgeteld, maar als iemand daar zin in heeft om dit allemaal bij elkaar op te tellen, al die groene cijfers, maar volgens mij kom je dan ongeveer ja 250, 300 euro ongeveer uit. Zoiets. Dus het was een crazy, crazy kwartaal. En wat het mooie is eigenlijk dat al dit rendement wat ik er nu uit heb gehaald, dat zit nu weer ergens anders. Uh, in bijvoorbeeld McDonald's zit er een beetje in, Starbucks, in Sony. En je moet het ook een beetje zien. Ik heb nu zeg maar bijvoorbeeld, hier zit bijvoorbeeld bij Valley staat er nog bijvoorbeeld 275 in. Al deze rendement, daar heb ik in principe deze aandelen er gratis van kunnen kopen. Zo moet je dat eigenlijk ook weer een beetje zien, weet je wel. Het, natuurlijk is het niet gratis. Je hebt er een stukje risico voor genomen. Maar als je dit rendement niet had gehad, dan had je niet die extra 300 euro kunnen investeren. Snap je? Dus dat probeer ik een beetje uit te leggen. En onderaan de streep staan we nu gewoon op een mooie, heel mooi bedrag. Dat is echt niet normaal. Maar echt serieus, die groei van deze porto, van dit eerste kwartaal, dat is echt niet normaal. Hè? Ik stond volgens mij op de 7300 of 7400, zoiets geloof ik. En dat is nu echt als een knijter gestegen. Er zit natuurlijk wel het extra geld in van uh, vorige maand. Dus van deze maand nog niet, maar wel van vorige maand. Dus dat is, uh, ik had er 250 euro bij gegooid. Dus, uh, maar alsnog, er zit gewoon bijna 250, 300 extra in. Dus het is echt, uh, echt crazy. En dan moet je je voorstellen dat het ook nog na aankoop een stukje naar beneden is gegaan. Maar dit komt in de, ja, tenminste, ik denk, dit gaat in de toekomst later wel weer goed komen. Tenminste, dat is mijn mening, hè. Mijn mening. Dus je moet niet alles aannemen wat ik zeg. Van, want als het niet goed komt, dan heb ik het gedaan natuurlijk. <laughs> Maar ja, ik investeer natuurlijk om rendement uh, te krijgen uiteindelijk. En ja, dit is gewoon een kwestie weer van geduld hebben. Nieuw ingelegd en geduld hebben. Wat je trouwens nu ook ziet, van, dat ik mijn plannetje van maximaal 300 euro, die heb ik eraf gegooid. Ik ga gewoon, ik, ja, mijn limiet is eigenlijk een beetje rond de 600 euro op dit moment. Wat ik er maximaal eigenlijk in wil gooien. Tenzij, dat is even dan een, een ja, hoe moet je dat zeggen? Een, 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 ja. Tenzij bijvoorbeeld, als ik, zoals bij Basic Fit zat ik al met een bedrag in, en toen ging die keihard naar beneden, echt knijterhard. En als mijn vertrouwen in dat bedrijf niet is veranderd, en ik denk van, ja, dit gaat in de toekomst. Wel weer goed komen en de toekomst kan bijvoorbeeld een jaar zijn, of misschien twee jaar zijn, of drie jaar zijn, dat maakt niet uit. Maar in ieder geval, ik, als ik denk van dit gaat sowieso ooit in de toekomst wel weer goed komen en hij gaat knijterhard hard naar beneden, dan heb ik wel een beetje zo'n regel van, nou, dan mag ik er wel gewoon geld bij gooien. Maar ik heb daar niet 800, 813 euro bij gegooid, want ik heb zelfs, uh, hoe moet ik dat zeggen? Ik heb zeg maar. Ik had er al een beetje in staan. Toen ging die 30% naar beneden. Dus ik stond dan in principe 30% in de min. Zo moet je het zien. Toen heb ik gewoon weer, toen die heel laag stond, heb ik gewoon weer een bedrag erbij gegooid. Dus hier stond, denk ik, iets van 700 euro in of zo, geloof ik. Uiteindelijk, totaal. Maar nu is de koers van basic fit is weer aan het kantelen. Dus die gaat nu langzaam weer omhoog. En als je dan al die. Ja, hoge aankoop en die lage aankoop bij elkaar optelt. Dan zijn nu nog een 4% in de min. Snap je? Dus dit bedrag was eerst 700 of zo. En dat is nu weer 814, omdat het weer ja, langzaam weer aan kanten is. Dus het is weer langzaam op dit moment weer omhoog gaan. Of het omhoog blijft gaan, dat durf ik niet te zeggen. Maar voor mij is investeren sowieso iets voor de lange termijn. Behalve als het echt heel hard omhoog gaat. Ja, dan pak ik gewoon mijn rendement. Want rendement is een rendement. En rendement dat je pakt, dat pakt niemand je meer af. Ik heb dat trouwens in de vorige video heb ik dat jullie ook uitgelegd. Van wat een beetje mijn strategietje is. Uh, wat ik zelf van plan ben en hoe ik dat heb uitgerekend en noem maar op. Toen heb ik ook van dat compounding uitgelegd. Was echt een super goede video. En uh, ik heb dat ook echt super zo goed als mogelijk proberen uit te leggen. En. Ja, ik heb zelf ook nog die video heel even teruggekeken, een klein beetje. En ja, dus dat was echt een hele goede video, heel eerlijk gezegd. Echt een hele goede video. En dit eerste kwartaal, dat was echt zo ziek. Ik heb dit nog nooit eerder meegemaakt. Dit is echt, ja, dit is en niet normaal. Dit is echt niet normaal. En ja, je ziet het hè. Ondanks dat ik een beetje een hectische maand had, heb ik het toch allemaal heel netjes bijgehouden. Want elke keer als ik iets uh, toch uh, wegde, Dus uiteindelijk gewoon mijn rendement pakte. Heb ik dat wel netjes allemaal steeds ingevoerd en bijgehouden in de tabel. Dat is wel echt heel belangrijk om dat echt wel structureel altijd bij te houden. Wat ik alleen niet heb bijgehouden. En dat doe ik altijd één keer in de maand. En doordat ik het best wel een hectische maand had, heb ik dat. Nu dus nog niet gedaan. Dat ga ik dus nu in de volgende video ga je dat wel zien. Is van de dividend die ik terug geïnvesteerd heb. Die heb ik eigenlijk nog niet in de tabel ingevoerd. Dus dit hoort eigenlijk hoger te zijn. Maar dit klopt wel 100%. want dat geld is natuurlijk gewoon hè, van de dividend wat uh, wat ik terug heb geïnvesteerd. Dat zit hier al gewoon wel in. Maar ik moet dat eigenlijk nog even in dat maandgrafiek moet dat dit nog even invullen goed, dat doe ik altijd één keer in de maand. En nu, omdat ik een zo hectische maand had, was ik daar dus nog niet aan toegekomen. Dus dat ga ik nu um, ja, deze week sowieso allemaal even allemaal inwerken. Dus dan zal ik allemaal moeten kijken hoeveel ik precies heb gehad. En dan vul ik dat allemaal achteraf in. Dus dan zal dit straks ook weer gewoon helemaal kloppen. En dit gaat dan straks ook weer helemaal kloppen. Dus uh, ja, en dit klopt wel allemaal. Dit klopt allemaal. En alles klopt eigenlijk. Behalve dit ene tabelletje niet. Maar dit is eigenlijk meer gewoon voor de show ook, weet je wel. Van, om gewoon dat je, dat je kan zien van hoeveel dividend je hebt, totaal hebt gehad. En over ja, de gehele duur dat je investeert. En hoeveel je daarvan terug hebt geïnvesteerd. En hoe dit dan oploopt. Hoe die snowball dan werkt. Dit is eigenlijk gewoon leuk statistiek om dan gewoon te zien, weet je wel. Dus. Uh, ja, dat ga ik nog allemaal invullen deze maand. Gaat helemaal goed komen. Um, we gaan ook nog even Apple's uh, grafiek gaan we even nog meenemen. Maar ik wil eerst nog even uh, van naar dit uh, tabelletje gaan. Want ik had jullie net ook verteld dat ik thuis een beetje aan het opruimen ben geweest. En ik heb het serieus, ik zou het maar gewoon zeggen, onderschat. Huizen opgeruimd, veel spullen tegengekomen en verkocht. Ik heb het gewoon allemaal op marktplaatsen gegooid. Uh, ik denk van, ja, daar ben ik er vanaf. Want het is gewoon eigenlijk, uh, ja, dat, die spullen liggen hier eigenlijk al... En, sommige spullen liggen al een jaar en soms liggen al drie, vier jaar zelfs. En dat ligt er maar, zeg maar. En daar doe ik helemaal niks meer mee. Ik kijk er niet eens naar om. Het is hartstikke zonde dat je dat dan laat liggen natuurlijk. Maar tijdens het opruimen een beetje, ja, zat ik ook al dozen open te maken. En dan kwam ik allemaal dingen tegen van, hey, ja, dat kan ik wel op marktplaats gooien. En echt heel erg veel verkocht. Heel erg veel verkocht. Um, ik ga dit even erbij halen. Wat was de totale opbrengst uit tweedehands verkoop? Dus ik kwam allemaal spullen tegen. Ik kwam zelfs ook uh, een, uh, ja, een ooit een uh, studio microfoon kwam ik tegen van, ja, van heel lang geleden. Die kwam ik uit een ja, die had ik ooit een keer gekocht. En ja, die gebruikte ik als een reserve microfoon van, ja, vanuit het verleden. Want ik maakte vroeger radio, gewoon als hobby, zeg maar. Dus ja, dus. Ik, ik twijfelde een keer in de, uh, toen die tijd van hoe doet mijn microfoon het nog wel. En, maar toen wist ik niet per se of het een mengpaneel het was of een microfoon. En daar wou ik toen uittesten. Dus dan had ik een andere microfoon gekocht. Een goe hele goedkope was dat toen die tijd. En um, ja, maar ja, het is één keer gebruikt terug in de doos gegaan. En toen is hij hier eigenlijk al die jaren blijven liggen. Maar de, dat soort dingetjes allemaal. Maar ik kwam ook gewoon heel veel andere spullen tegen. Ook gewoon. Aan de spullen tegen wat, maar gewoon 15 euro waard was. Ik heb het gewoon allemaal op maar pas gegooid en allemaal gewoon verkocht. Wat was de totale opbrengst daarvan? Schrikbarend, echt waar. Ik had dat nooit verwacht. Echt nooit dat dat zoveel bij elkaar allemaal zou opleveren. Ik dacht van ja, het zijn een paar spullen die gaat voor vijf en die gaat voor tien. Maar ja, als je zomaar 20 of 25 of 30 spullen tegenkomt, dat allemaal. Uh, ergens tussen de 10 en 50 euro oplevert. Dan kom je uiteindelijk op een bedrag... dat had ik dus echt totaal niet verwacht. Van... Oh, 850 euro. Niet normaal. <laughs> niet normaal. En dan moet ik nog heel eerlijk zeggen... ik heb nu hier nog uh, twee dozen... die nog helemaal vol zitten. Heb ik hier ook nog staan. Die staan nog helemaal ingepakt. En die moet ik ook nog gaan uitzoeken. Dus daar gaat ook nog wel... Uh, het zal niet heel veel zijn, denk ik, maar... Als ik dat misschien op Marktplaats gooi en het zou verkopen. dan zou dat misschien ook nog wel. Uh, misschien 100 of 200 euro opleveren. zoiets denk ik. Misschien iets meer, misschien iets minder. Maar dit is echt onderschat. Uh, ik, dit is ook gelijk een soort van. Uh, idee misschien voor jezelf. Van, ga thuis eens gewoon kijken. wat je op je rommelkamer hebt. of wat je überhaupt hebt in huis. waar je gewoon nooit meer naar omkijkt. En kijk dan gewoon even van op uh, als je iets hebt. Van kijk wat het nieuw kost als je dat nieuw zou moeten kopen. Stel het kost bijvoorbeeld, ik zeg maar wat, uh, het kost wat jij hebt liggen kost nieuw kost bijvoorbeeld 50 euro. Nou, dan zou je voor de marktplaats moeten kijken van wat ze daar gemiddeld de vraag, de uh, voorvraag of bieden. Nou, stel je voor dat uh, dat dat uh, ja meestal. Dat is niet in alle gevallen zo, maar vaak is het wel zo. Dat spullen gewoon, meestal als je dat tweedehands wil verkopen, dan ga je gewoon 50% van de nieuwe prijs gaat eraf en dat verkoop je dan. Maar bij mij was het echt gewoon: ik had allemaal van die dingetjes de hele tijd en dus zat ik allemaal te verkopen. En ik kwam ook allemaal van die gekke dingen tegen van: huh, ik wist niet eens meer dat ik dat had. <laughs> en dat gooi ik gewoon op Marktplaats. En ja, dan komt er zo'n gek bedrag uit. Dus ook voor jezelf ga gewoon in huisjes kijken van wat je hebt. En uh, als je dit niet naar omkijkt, laat het niet liggen. Want als het geld, ja, dat zat hier dus gewoon in de opslag. Gewoon in dozen, snap je? Dus het echt zonder dat ik dat, uh, ja, dan laat liggen, zeg maar. Dus dan kan je beter gewoon wegdoen, ben je er zelf ook vanaf. En dan creëer jezelf ook weer een beetje ruimte voor, ja. ...andere Dingetjes, weet je wel, maar nou, mijn allereerste idee erover was gelijk. Van oh, ik ga het investeren, weet je wel, ik ga het toevoegen aan mijn porto, maar uiteindelijk heb ik toch besloten om dat niet te doen. Eigenlijk was het van mij hè, in mijn situatie dan wel beter geweest als ik dit gewoon zou direct zou investeren, alleen ik zat met een ander probleempje. Um, dit probleempje speelt eigenlijk nu al een jaar. Ik zit het al een jaar uit te stellen. Uh, mijn computer, zeg maar, die is nu op dit moment 13 jaar oud. Ik heb er echt 13 jaar lang mee gedaan. En die begint nu langzaam steeds meer kuren te vertonen. Zoals bijvoorbeeld met het opstarten. Dan als ik dan een computer opstart, dan valt hij eerst direct helemaal uit. En dan gaat hij vanzelf automatisch in één keer weer aan. En dan staat hij gewoon op en dan werkt hij gewoon weer helemaal zoals het hoort. Dus ik denk dat hij een soort van kortsluiting maakt op het moederbord. En dat, ja, dat lijkt er wel op dat dat nu langzaam steeds erger begint te worden. Dus ik denk dat het moederbord bijna naar zijn grootje is. En ik zou eigenlijk of een nieuw moederbord moeten kopen. Maar ja, dat, deze computer is al zodanig oud. Het is al 13 jaar nu. Dus ik heb er al echt zeer, superlang super lang mee gedaan. Niet normaal. Uh, ja, en dit, zit er zitten eigenlijk allemaal oude onderdelen in, weet je wel. Uh, Ram, geheugen, DDR3 en tegenwoordig heb je al DDR4. Um, ja, er zit wel een i7 in van de eerste generatie. Want toen ik deze computer kocht, toen was dit echt het nieuwste, uh, ja, de nieuwste i7 die je kon krijgen op dat moment. En ook uh, ja, toen had je nog ddr 3 uh, geheugen. Nou, dat is tegenwoordig al veranderd naar DDR4. Uh, ja, en eigenlijk is de computer niet heel erg veel waard. Dus ik zal misschien. Ja, dus er komt er eigenlijk op neer dat ik de computer moet vervangen. Dus ja, en een computer kopen, dat is een dure aanschaf. En ik heb ook er zelf serieus over na zitten denken: van, hmm, wat zou ik doen? Wat is wijsheid om nu te doen? Weet je wel? En ik heb al een PlayStation 5, want vroeger was dit mijn gamingcomputer. En dat is het al lang niet meer, want ik heb nu een PlayStation 5 en ik zit eigenlijk als ik game, game ik. Puur enkel en alleen maar op de PlayStation. 5. Maar met deze computer kijk ik eigenlijk alleen nog maar YouTube video's. En enkel maar zit ik te browsen. Zeg maar gewoon. Dus eigenlijk gewoon een beetje de standaard normale dingetjes. Doe ik er een beetje op. En toen zat ik op een gegeven moment een beetje te bladeren. En ook uh, een beetje bij andere mensen kijken op YouTube. Van ja, wat doen andere mensen? Wat voor computer zou ik gaan kopen? En in één keer dacht ik van. Ik ga iets heel anders doen. Ik ga die computer ga ik denk ik uh, ja, er straks gewoon uitgooien. Dus ik ga er gewoon echt wel afscheid van nemen. En dan zal ik alle onderdelen die nog wel goed zijn, die ga ik nog wel verkopen. Dus die gooi ik gewoon op marktplaats. En dat gaat dan voor een paar tientjes. Gaat dat gewoon allemaal weg. Ja, het zal niet meer heel veel opleveren, maar goed, die paar tientjes toch meegenomen. En ik heb al een besluit genomen. En ik heb hem serieus hier ook al liggen. Van ja, ik heb het eigenlijk al. Niemand kan me meer overhalen om iets te doen of wat dan ook. Ik heb het al gekocht. Uh, wat heb ik gekocht? Ik heb besloten de computer eruit te gooien. En ik heb besloten, en daar, ja, daar ben ik wel echt heel erg uh, wel blij mee. Stiekem, daar heb ik een goed gevoel over. Ik heb een tablet gekocht, ik heb een nieuwste Samsung Galaxy Tab S9 11 inch heb ik gekocht. Dit wordt mijn vervanging voor de computer. Um, ik vind dat echt wel... Um, ja, hij is bloedsnel. Echt bloedsnel. Er zit een Snapdragon in en RAM-geheugen van 12 gig. Dat is echt gigabyte. Dat is echt niet normaal. Dat is echt heel snel. En um, ja, dit is geen reclamespotje trouwens. Dus ik word niet gesponsord uh, door Coolblue. Of ik word ook niet gesponsord door Samsung of zo. Ik wil gewoon delen van wat ik ermee heb gedaan. Dus ik wil dat gewoon delen. En dat vind ik eigenlijk ook wel, uh, ja, wel fair om te delen met jullie van hoe ik dat dan heb gedaan. Dus, maar ja, in principe, ik heb hem dus eigenlijk gekocht. Uiteindelijk van alles wat hier gewoon. ja, Eigenlijk allemaal geld wat gewoon stil lag in de opslag. Snap je? Dus het heeft me niks gekost. Van mijn noodgeld of van uh, mijn investeringporto. Daar, dit is gewoon gecreëerd. Dus uit geld wat hier gewoon in huis rondslingerde. Zo moet je het eigenlijk zien. Um, nou goed, ik, ik kijk, ik ben zelf heb ik uh, best wel veel verstand van, ja, hoe moet dat, elektronica, van wat er allemaal in zit, zeg maar. Specificaties, dat kan je hier ook, zeg maar, zien. En ik heb zelf, zeg maar, op dit moment een telefoon. En die zat twee jaar oud. En ik zat toen naar een hele goede telefoon te kijken, zo van hm, welke telefoon zou ik kopen. En ik wou niet al te duur kopen. dus het werd sowieso geen Apple. Dat vond ik veel te duur toen die tijd. Uh, maar het moest wel echt een snelle telefoon zijn. Echt snelle telefoon zijn. Toen heb ik de Oppo Find X3 Pro gekocht. En wat vond ik zo mooi aan dit toestel? Hij was toen die tijd toen hij uitkwam, iets van drie jaar terug, uh, was hij bijna net zo snel als de, de Apple iPhone Max. Hij was eigenlijk bijna net zo snel. Want er zat ook gewoon een Snapdragon in. 888. En er zat 12 gigabyte in aan RAM. En dit is een aankoop geweest. Daar heb ik geen spijt van. Hij is een, ik heb mijn telefoon nu echt letterlijk iets meer dan twee jaar. En hij is nog steeds snel. Ik kan er zelfs op gamen. Ik kan er echt alles mee doen. Echt alles mee doen. Dus ik heb al voor mezelf besloten. Ik ga sowieso geen nieuwe telefoon kopen. Sowieso niet. En mijn computer is aan vervanging toe. Dus om mijn computer te vervangen ga ik nu. Naar een tablet kijken. En uh, de echte reden is eigenlijk gewoon van je kan er natuurlijk gewoon uh, YouTube's uh, filmpjes mee kijken. Je kan er gewoon mee browsen. Kan hele zware taken. Je kan er zelfs met game als je zou willen, maar gamen doe ik er niet op. Want ik doe dat allemaal op de PlayStation. Dus bij mij gaat het, voor mij gaat het alleen om standaard dingetjes. Maar ik speel ook piano. En met een computer. Uh, ja, kijk, ik ben nog een beetje in een. Soms wil ik hem. Ik ben zeg maar nog een beetje in een leerfase met sommige nummers en ik vind het dan wel hoe moet je dat zeggen als ik dan moet ik zeg maar op YouTube gaan kijken dus op mijn computer moet ik dan gaan kijken van mm, welke akkoorden moet ik hebben dit en dat maar ik moet de hele tijd moet ik mijn piano moet ik het verplaatsen richting de computer dat is echt strontvervelend. en dat maakt het natuurlijk dus ja dat ik merk ook dat ik dan juist minder op piano speel omdat ik dan niet die moeite wil doen om dan die piano naar de computer te schuiven zeg maar. Dus dat is ja met een tablet is dat natuurlijk veel makkelijker. Ik pak gewoon een tablet op en ik zet hem op die piano en ik kan zo alles, ik kan zo al die nummers gaan leren. Dus dat was al voor mij zeg maar ook al een ding zo van oeh dat is wel echt superhandig want dan kan ik die piano gewoon op een vast mooie plek neerzetten straks. En dan kan ik mooi die uh, tablet zo, uh, als ik hem nodig heb, kan ik hem zo erop zetten. En dan kan ik nieuwe nummers gaan leren. Uh, je kan er natuurlijk ook gewoon films en alles mee kijken. En wat ik ook heel mooi vond, is je kan zeg maar ook um, aansluiten op een externe monitor. En dan is, gedraagt hij zich gewoon letterlijk als een soort van Windows-computer. En dat is ook wel heel grappig. Dus je kan ook gewoon films gaan kijken. Ik kan hem gewoon aansluiten op een externe monitor. En dan kan ik zomaar. Hup op groot beeld kan ik dan uh, films en series alles gaan kijken of wat ik maar wil. Uh, dus dat zal hoofdzaak zijn waar ik het voor gebruik. En er zit ook AI in. En dat is wel heel ziek. En heel eerlijk gezegd, ik ga hem straks ook gebruiken om deze video's die ik nu al maak op YouTube. Ga ik deze tablet ook voor gebruiken. Want je kan er ook op tekenen. En dat is wel iets wat heel handig is voor mij dan. Want dan kan ik, als ik een grafiek bijvoorbeeld uh, pak, bijvoorbeeld, we gaan even naar de grafiek toe van Apple. Kan je dat bijvoorbeeld zien? Ik kan hier op mijn scherm kan ik niet tekenen nu, snap je? Uh, straks kan dat wel, met die, met die tablet kan ik zeg maar nu, kan ik straks kan ik dan gewoon zo, hup zo tekenen hier bijvoorbeeld van, hé, hey, hier zit een bodem, kan ik dan zeggen, en dan kan, zet ik hier zo'n streep neer, en dan kan je hier zeggen van is hier omhoog gaan. kijk nu staat het weer redelijk laag, kan ik dan zeggen zie je, want het staat bijna op een bodem dan kan ik hier zo zeg maar een streep zetten, zo en dan kan ik zeggen van, nou, voor mij ziet dit er wel nice uit om uh, om, uh, als je vertrouwen hebt in dit bedrijf, wat ik dus heb om dan uh, dit bedrijf te kopen voor mijzelf. Dus daarom vind ik dat zelf dan interessant. Dus weet je wel, en dan kan ik dat zo ook een beetje gaan tekenen en zo op die tablet. En dat vind ik wel leuk, zeg maar, om te doen. Um, dus dat is ook wel echt heel geniaal. En nog een ander ding is, ik ben heel veel tijd kwijt om video's te maken altijd. En vooral het renderen, dat kost zoveel tijd. Uh, deze computer duurt er ongeveer 30 tot 60 minuten over voordat een video helemaal gerenderd is, compleet. Echt super lang. Die tablet, deze tablet kan dat waarschijnlijk al in een paar minuten. Waarschijnlijk één minuut. Er zijn andere YouTubers die gebruiken deze tablet ook om uh, video's te maken. En die zeggen van ja, ik bewerk mijn video's gewoon erop. En die zeggen van ja, voor een video van een uh, aantal uh, zeg maar 10 minuten, 15 minuten. Duurt het renderen ongeveer een minuut, soms twee minuten, zoiets. Dus dat is echt snel, echt snel. Ja, en kijk, hier zie je het ook, hè. 12 gigabyte RAM-geheugen, echt superveel. En de processor is een uh, Snapdragon 8. En ja, ik ben echt serieus qua processors dat in telefoons zit. Of een, ja, in dit geval een tablet dan. Snapdragon, dat is zo'n goede processor voor een telefoon. Dat is niet normaal, echt niet normaal. En daar moet ik nog wel bij zeggen, dit was ook het enigste model zeg maar van uh, Samsung. Want je kan ook de iets goedkopere, de, volgens mij de Samsung Galaxy Tab. En dan is het S9 en dan heet het VE11, geloof ik. Uh, die is volgens mij 200 euro goedkoper. Maar dan zit niet die Snapdragon-processor uh, erin. Maar er zit er gewoon een processor in van Samsung zelf. En ik zelf, maar dat is meer persoonlijk, zeg maar. Ik vind Snapdragon qua processor, die is zo goed. Ik merk het ook met mijn eigen telefoon. En sindsdien wil ik dat zeg maar niet meer veranderen, eigenlijk. Dus ja, ik uh, denk uh, ja, dit gaat mijn vervanging worden voor de computer. Want gamen doe ik al de PlayStation 5. Dus ja, het is alleen maar om een beetje video's te kijken, series te kijken. Soms een filmpje op te zetten. En uh, een beetje YouTube bladeren en een beetje browsen. Dat is het enige wat ik erop doe eigenlijk. En dan straks ook de video's, die worden wel ook op die tablet straks geëdit. En uh, verwerkt en noem maar op. En ook zelfs opgenomen dus dat ga ik straks allemaal op de tablet doen. dus de computer hier gaat er straks wel helemaal uit. ander voordeel is ook dat het heel laag in stroomverbruik is. Um, ja kijk, we weten allemaal dat energieprijzen heel hoog zijn geweest en ook een beetje gewoon denkend zelf van ja als het toch al niet uitmaakt van wat, hè, wat ik ermee wil doen zeg maar, als dat toch niet uitmaakt tussen een computer of een tablet. een tablet, ja dat verbruikt vol. ik heb het bij mij eens uh, voor de gein. ik het is uitgerekend is gewoon zes keer minder stroom dan met een computer. Hè? Gewoon zes keer minder stroom. Dat is echt niet normaal. Dus het is ook nog eens een keer super zuinig. Dus ja, het is alleen maar een win-win in mijn geval. Dus ja, omdat ik hem toch al moest vervangen, denk ja, ik, ja, dit keer ga ik voor een tablet. En dan uh, ja, en dat komt natuurlijk puur omdat ik niet meer game op de, op de computer. Ik game alleen nog op de PlayStation 5 en ja, gamen kan je met deze tablet ook gewoon hoor. Dat is echt super snel, want dit is gewoon het nieuwste die er is in principe. Sommige mensen willen nog een beetje echt gewoon niet die apps, want het is gewoon een Android toestel, dus weet je wel. Dus je kan niet echt die echte games erop spelen, zeg maar. Je snapt wel wat ik ermee bedoel. Zoals FIFA, weet je wel, die voor de computer is uitgekomen of wat dan ook, of Call, of een schietspel. Maar ja, je snapt wat ik bedoel. Ik doe dat allemaal op de PlayStation 5, dus ja. Hetgene waarvoor ik hem wil gebruiken is die uitermate geschikt, denk ik. En ja, ik zal ook nog heel eerlijk binnenkort, zal ik, als jullie het leuk vinden hoor, als jullie zeggen van het interesseert me helemaal geen ene moer, dan doe ik het niet. Maar als jullie denken van, dan mag je ook even aangeven in de reacties of je daar interesse in hebt. Mocht het zo zijn dat je het interessant vindt van hoe het mij bevalt, zeg maar. En dan zal ik ook echt puur mijn eerlijke mening geven. Hè? Als het kut is, dan zeg ik het ook gewoon. Maar meer van. Als je dat leuk vindt om dan een beetje te volgen. Dan wil ik daar best wel nog een update over geven. Um, nog een ander ding. Ik weet niet of daar interesse in is. Maar misschien is dat wel leuk ook gewoon. Is, is het misschien een leuk idee dat ik misschien binnenkort een video maak? Over hoe kan je besparen op gewoon. Hoe kan je geld zorgen dat je maandelijks geld overhoudt? Hoe kan je op dingen besparen? Zou je dat leuk vinden dat ik daar misschien nog een video over maak, ja of nee? Laat het vooral even weten in de reacties. Nou, in ieder geval bedankt allemaal voor het kijken. Ik ga namelijk nu mijn tablet allemaal installeren en even instellen en even verkennen en nummer op. Maar mijn volgende video die ga ik opnemen met de tablet. Dus ja, mijn microfoon en alles, noem maar op... dat ga ik allemaal koppelen ook aan de tablet. Dus ja, de kwaliteit die blijft allemaal wel een beetje hetzelfde. Alleen waarschijnlijk zal de stu zou de microfoon wel ietsjes... Uh, moet ik zeggen, iets minder boemerig klinken. Want ik gebruik nu een equalizer op de computer. En dat zal straks gewoon de standaard zijn, dus dat zal er misschien iets minder zijn, maar over het algemeen gaan de video's er straks dan denk ik ook vooral zeker wel op vooruit, omdat je dan ook meer kan tekenen en zo qua koersen, grafieken, dat dat meer kan aanduiden. Ik denk dat het wel echt een vooruitgang is. Um, ik wil echt tegen jullie zeggen allemaal bedankt voor het kijken en laat zeker een reactie achter en dan zeg ik tegen jullie tot de volgende keer. En ik vind dat lekker dat als ik lekker aan het douchen ben, zeg maar, dat ik hem dan gewoon in de badkamer heb. En dat ik hem, ja, ik neem hem niet mee naar de douche, even zo. <laughs> uh, ik neem hem niet echt onder water, zeg maar. Dat ook weer niet, het zou wel kunnen, want hij is wel waterdicht, maar ik ga dat dus niet doen. Maar dan, dan kan je wel uh, muziek mee afspelen en zo, weet je wel. Dat je, uh, ja, ik vind dat altijd uh, lekker om gewoon muziek altijd in huis te hebben. <laughs> Oh mijn god, ik moet dat terecht uitknippen. Dit kan echt niet.